Goedemorgen, gaat u zitten. Vertel me eens wat er aan de hand is. De fysiotherapeut gaat altijd eerst een gesprek met je aan. Je bespreekt met de therapeut wat je klachten zijn, of je dagelijkse activiteiten invloed hebben op de klachten, of de klachten je hinderen bij je uitvoering van je werk, hobby of sport en wat je wilt bereiken met de behandeling. In het lichamelijk onderzoek kijkt de therapeut hoe je beweegt. De therapeut test bijvoorbeeld je spierkracht evenwicht en uithoudingsvermogen. Na dit onderzoek bespreek je met de fysiotherapeut wat de behandelmogelijkheden zijn. Je maakt samen een plan om jouw doelen te halen. Het gaat bij fysiotherapie om bewegen. Fysiotherapie is een medisch beroep waarin hoogopgeleide zorgverleners jaar in jaar uit zo'n 4 miljoen patiënten behandelen. Je mag er zonder verwijsbriefje naartoe. De fysiotherapeut geeft je voorlichting en advies over je klachten en bewegen. Je doet oefeningen die passen bij jouw situatie en jouw doelen. Je oefent activiteiten die jij graag wilt verbeteren, bijvoorbeeld wandelen of traplopen, maar ook handelingen voor tijdens je werk of sport. Verder kan de fysiotherapeut je individueel behandelen. Op de behandeltafel in een oefenzaal, met apparaten en zelfs door je met behulp van beeldbedden te begeleiden. Je bevordert je herstel als je ook thuis oefent en na de therapie blijft bewegen. Zo behaal je het beste resultaat en hou je dit langer vast. Een behandeling bij de fysiotherapeut kan voor een groot gedeelte in de oefenzaal plaatsvinden. Daar werk je onder begeleiding van de fysiotherapeut zelf gericht aan je eigen herstel en mogelijk met behulp van allerlei apparaten. Heb je jouw doel voor de therapie behaald? Dan is de behandeling klaar. Maar het kan ook voorkomen dat de fysiotherapeut je niet gaat behandelen. Bijvoorbeeld omdat de therapeut je doorverwijst naar een zorgverlener die jouw klacht beter kan behandelen.